unboxing een pakketje van Conrad. Ik bestel wel eens wat bij Conrad, elektronische dingetjes voor mijn Märklinbaan bijvoorbeeld. Er is vandaag een pakje aangekomen met wat kleine dingen. Niet alles was direct leverbaar, dus dat zat in een ander pak wat ik daarnet ook heb gekregen. Dat zal ik je zo laten zien. Maar eerst, hier zitten wat kleine spulletjes in. Ja, dat had ik besteld. Wat schakeldraad, rood. Wat diodes, gelijkrichtertjes. Een paar kleine schakelaartjes. Rolletjes soldeer. Rekening zit erbij. Allemaal prima verzorgd. Er zat ook een artikel wat apart wordt geleverd. Dat hadden ze dus niet in Nederland op voorraad. Dat is uit het magazijn uit Zuid-Duitsland gekomen. Ik zal het even opruimen. Dus er is nog, behalve dit doosje met wat kleine dingen, nog een pakje bezorgd. Dat zal ik nu laten zien. Een iets groter pak. Van Conrad, verzonden uit, ja, het zou uit Duitsland zijn gekomen, volgens de sponsorbericht van Conrad. We gaan eens even kijken wat hierin zit. Wat heb ik in hemelsnaam besteld? Zo'n grote doos. Even openmaken. Er zit in ieder geval een hele hoop plastic in van het opblaas plastic. Dus ja, echt milieuvriendelijk kan ik het niet noemen. Verschrikkelijk spul. Maar ik kan me voorstellen, ja, als je hele breekbare dingen bestelt, dat je dit dan gebruikt. Maar er zijn ook milieuvriendelijke spullen. In elk geval, wat heb ik besteld en wat zit er in deze gigantische doos? 2 meter krimpkous. Dat gebruik je om, als je draden gesoldeerd hebt, om dat te isoleren. En dat knip je een klein stukje af en dat schuif je over je werk heen. Dat is 2 meter rood krimpkous. Dat kun je makkelijk oprollen. Wat makkelijk in een kleiner doosje nog dan dit je kunt. Maar in plaats daarvan wordt het in plastic gewikkeld. In een gigantische doos bezorgd. Ook nog voor mij, in mijn geval gratis, want ik had boven een bepaald bedrag betaal je geen verzendkosten. Dus ik denk dat dit ook voor de Conrad zelf een dure oplossing is om krimpkous te verzenden. Je begrijpt het niet. Conrad. Een beetje aan de prijs en je begrijpt nu ook waar het wel eens aan zou kunnen liggen. Tot zover unboxing 2 doosjes van de firma Conrad. Bedankt en tot kijk.